Welkom allemaal. We gaan dus een beetje een demonstratie doen. Ik zie veel bekenden. Hey, dat je allemaal nog komt voor mij. Dat doet plezier. Eerst en vooral aan mijn twee medewerkers, de Paul en de Erik. Mocht ze een applaus geven? Voilà. Voilà. En, ik heb gezegd vandaag twee medewerkers. Ik ga niet filmen. Ja, dat is goed. Hè. Ja. We gaan vooral demonstreren op die barbecues. We hebben de Tiger Fire en we hebben de Bali barbecue tuin met curry en zachte paprika. En dan heb ik een mayonaise van Ricola. Ken je dat, Ricola? Dat is een raketsla. Die zie je er niet snel genoeg mee werkt, is er weg. Weer plus 40 graden. Ja, weet je wat? Ik zeg, ze lachen niet, dus moet er nog geen achter doen. Hè? Raketsla, dat is eigenlijk gelijk dat je gewoon mayonaise maakt. En eigenlijk in een lepel mosterd, 2 eetlepels azijn, 2 eetlepels water, 4 deciliter olie. Maar je doet dat zo een handvol gehakte raketsla eigenlijk. Ja? Dus je mixt dat gewoon naar boven doen. En je hebt eigenlijk raketsla mayonaise die zo mooi groen is. Je kunt dat met peterselie doen, met basilicum doen. Met van alles eigenlijk, maar niet met rozemarijn. Vanaf dat ik niet streng. Goed? Ja? Dan hebben we ook nog een keer. En voor duizenden euro's gekocht, hè, krijg je dan het volgende. Is het goed? Hè? En we moeten iedere keer rekenen op iets zeggen en dat grapje in zich. Goed, dus een broodje, kijk. Mag ik het spuitje hebben met die broodje? We hebben het broodje, wat doen we? Een beetje foie gras. Een beetje salade. Dan het burgertje. Een beetje pam, pam, pam. Dan doen we erop. Liter water. Tijm nog meer, we koken dat op. Je giet dat op je groentjes en dat neemt een azijn en suiker op. Ja? En dat moet lekker pikken. Voilà. Dan heb ik een radijsje erbij, een beetje salade erbij, een champignonnetje. Voilà, en dan doen we er gewoon een schaaltje spek. Wilt er nog niemand komt proeven? Heeft er nog iemand zijn poffertjes nodig? Ja, ik zag iedereen van spek wel. Ja, ja. Janneke, wat is niet? Ja. Wil jij nou winnen dat Rotol doet? Er zijn nog altijd soepjes ook, hè? Ja. Nou moet komen, hè. Het decideert, hè. Voilà, laat ze. Ja, laten we het achter. Je moet er zo stap met door. Allee, mamatje, ho. Heb je dat nog niet geproefd? Wat ruikt je dat voor dat verkoop doet? Ja. Dat is voor een station, weet ik dat hij hem verbrandt, maar als een bunsenbrander, hè. Ja? Aan jou, praat. Ik doe die liever. Thank you.
voor verder even. Zoek dus daar reageert iemand anders langs. Voilà. Wie de man er wel doen. En Paul, wat zijn de prijzen? Ja, kom aan, andere rutjes. Ik heb hier nog wat dingen, maar mijn soep zit met mijn kaas op de verkeerde plaats. Ja, ik heb een barbecue erop. Ja. Met mijn autistisch trekje. Ja, ik word wel. Oké, wie wil er nog een spuma van kokos? Nee. Kijk jij hier zijn? Hoppa. Ja. 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 Ja